Ik ben Kevin Schippers, voormalig Belgisch kampioen stuntsteppen en ik ga jullie in deze video 5 makkelijke stuntstep tricks leren. Doe alvast een blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal hier beneden en zet het belletje aan als jij meer wilt leren over stuntsteppen. En dan zie ik jou na de intro. Dus, wat heb je nodig? Ten allereerste een stuntstep. Kijk, die hebben we al. Ten tweede heb je natuurlijk een ondergrond nodig, een harde ondergrond. Dit kan ook bijvoorbeeld op straat zijn. Let wel op dat je niet op een drukke straat gaat stuntsteppen. Of natuurlijk op de grond bij een skatepark. Zorg gewoon voor dat het een harde ondergrond is met niet te veel steentjes en bobbeltjes en rommel, want dan ga je heel snel vallen. En als allerlaatste heb je natuurlijk een stuntstepper nodig. En dat ben ik in deze video en jij waarschijnlijk die nu aan het kijken is. We gaan vandaag 5 makkelijke stuntstep tricks leren die jij na deze video meteen kan gaan oefenen. De allereerste trick is bunny hop. Trick nummer 2 is no footer. Trick nummer 3 is een lightsaber. Trick nummer 4 is een X-ride. En trick nummer 5 is een magnet. En ja, deze tricks klinken misschien moeilijk, maar dat zijn ze absoluut niet. Oké, ik ga elke trick stap voor stap uitleggen. Dus ik wil dat je goed oplet en eventueel notities neemt als je dat bij de hand hebt. Dus trick nummer 1 is de bunny hop. De bunny hop is heel simpel. Ik ga hem eerst eventjes demonstreren. Dit is de bunny hop. Ik zie heel veel mensen die doen dit. Snap je? Heel veel mensen die springen, maar die pakken eigenlijk nooit hun stuur erbij. Dus heel belangrijk is dat je door je benen gaat, dat je echt aan je stuur trekt. Dus niet beide tegelijk, maar bunny hop is altijd voorwiel omhoog en dan achterwiel meenemen. Dus als je dat goed doet, krijg je dit. Door de benen zakken, aan het stuur trekken. En springen. Aantal dingen die je moet meenemen. Ga goed door je benen. Trek goed aan je stuur. En trek je benen in als je in de lucht zit. Trick nummer 2 is de no-footer. De no-footer is eigenlijk vrij simpel. Dit is de no-footer. Oké. De no-footer is eigenlijk een trick die iedereen moet kunnen. En het begint simpelweg met gewoon springen. En geen bunny hop. Hier hoef je geen bunny hop te doen. Dus je gaat gewoon rollen. Hup. En je springt. En je probeert gewoon eerst de voetjes los te doen. Dus niet meteen naar buiten, maar gewoon echt eerst de voeten los. Als dat goed lukt, dan ga je naar de volgende stap en dat is de benen open doen. Het kan zo zijn als je iets ouder bent dat je je lies wel gaat voelen, dus doe hem niet te ver in het begin. Trick nummer 3 is ook vrij simpel. Trick nummer 3 is de lightsaber. Dit is de lightsaber, dus je springt, je tikt met je andere hand de stuur en je pakt hem terug vast. Dus springen, tik, terug. Vanaf de voorkant, springen, tik, terug. Oké, dus hoe doe je de lightsaber? De lightsaber begin je simpelweg met een one-hander. Dus je gaat door je benen, je springt en je doet een one-hander. Dat is het. Daar begin je mee. Gewoon door je benen gaan en heel rustig je hand open doen. Je kunt je hand gewoon even zo doen. Je hoeft niet helemaal zo te doen. Dat is prima. Als dat lukt, ga je proberen echt te springen. Ga je een klein tikje geven snel. Hup, tik. Snap je? Dus je doet gewoon simpelweg die hand los, tik tegen de andere hand. Kan ook zo, dat mag ook. En dan als dat lukt, ga je gewoon dit doen. Dus, de lightsaber is dit. Springen, tik en terug. Het gaat in het begin best moeilijk zijn. Het is heel belangrijk dat je dit veel oefent. Dat je gewoon echt focust op het heel snel tikken. Dus, tik en terug. Meer is het niet, dat is de lightsaber. Oké, nu komen we aan bij de X-ride. De X-ride is iets heel anders. Je hebt een X-up, dit is een X-up. Simpel. En een X-ride is eigenlijk een vervolg van de X-up. Dus de X-up is zo. En dan gaan we een X-ride doen. Wat we gaan doen is we gaan hierachter starten. En we gaan gewoon simpelweg proberen ons stuur te draaien. En dan gaan we rijden. Dus we gaan gewoon zo rijden. Dat is vrij makkelijk vaak voor velen. Probeer dit allebei de kant is. Dus probeer ook eens de andere kant. Ik merk nu dat ik deze kant bijvoorbeeld veel makkelijker vind. Kan ik veel meer mee sturen. Dus wat we nu gaan proberen is we gaan het iets moeilijker maken. En we gaan een X-up to X-ride doen. Dus wat we gaan doen is we gaan springen. X-up en we gaan zo verder rijden. En als je dan nog verder wilt gaan kun je ook nog deze terugzetten. Wat we gaan doen is we gaan springen. X-up. We gaan rijden. X-up terug. That's it. Meer is het niet. En dat is trick nummer 4. Dan gaan we door naar trick nummer 5. En trick nummer 5 is de magnet. Misschien herken je het al aan de naam, maar de magnet is een magneet. En wat we nu gaan doen is eigenlijk het omgekeerde van een bunny hop of van springen. En we gaan dus eigenlijk zorgen dat we springen met onze voeten. En we gaan dan ons stepper tegenaan duwen. Goed, dus we gaan niet
springen, voeten los, dat is een no-voeter. We gaan echt springen met onze voeten. Step er tegenaan. Dus gaan we een keer voordoen. Dit is de magnet. Zie je? Heel simpel. Je springt eerst met je voeten. Dus stap 1 is dan, hup, gewoon springen. Dan gaan we door naar stap nummer 2. Stap nummer 2 is tijdens dat je je voeten omhoog hebt, gaan we de step omhoog trekken. Knijp goed in je stuur. Voeten omhoog. Step er tegenaan. Dus wat we gaan doen, omhoog. Aanklikken. Wil je nu meer van dit soort tricks leren of wil je nu andere soort tricks leren op je eigen niveau? Kom dan eens naar de Stuntsap lessen in Lommel op zondagochtend of in Kasterlee op woensdagmiddag. Je kan al deze informatie over deze Stuntsap lessen vinden op onze website via de eerste link in bio. Daarnaast doen wij ook nog Stuntsap kampen, initiaties, uitstappen en nog veel meer andere leuke dingen. Dus wil je daar een keer bij zijn en wil je steppen met de beste stuntsteppers van België en Nederland, check dan even de website of stuur mij een berichtje voor meer informatie. Mijn nummer vind je onderaan de website, dus heb je een vraag of wil je gewoon iets weten over stuntsteppen, stuur mij een berichtje. Nou, bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jullie zondag om 5 uur weer bij een gloednieuwe YouTube video. Doe vast het blauw duimpje omhoog. Abonneer om niks te missen en veel meer te leren over het vak stuntsteppen. En dan check ik jou bij de volgende video.